iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie, zoals beloofd in de vorige vlog, mijn healthy go-to recept laten zien. Mijn favoriete dinner eigenlijk. Allee, mijn favoriet avondeten. Wat gezond is en toch heel lekker is. Dus ik ga jullie alles stap voor stap laten zien, zodat jullie dat thuis ook kunnen maken. Alrighty, dit is wat je allemaal nodig hebt voor mijn zalm. Dus zalm, ik ga er 3 maken omdat Sam en ik er elk 1 eten. En dan na de training, straks eten we nog eens een halve. 2 kersttomaatjes. Dus ovenfriet, zoete aardappel van de Albert Heijn. En 2 pakjes asperges neem ik ook altijd. Als kruiden heb ik alleen peper en zout nodig. En of course olijfolie of zonnebloemolie of kokosnootolie, waar dat jij het liefst mee kookt. 3 stukken zilverpapier voor de zalm. 3 oven voorverwarmen op 220 graden. Alles eruit halen wat er niet in moet, want ik vergeet heel vaak dat glas van de microgolf en dan wordt dat te heet. Oeps. En dan een bakplaat nemen en ik leg ook altijd bakpapier op mijn bakplaat. Zo heb je minder afwas en wordt je bakplaat niet vuil. Next up zijn de frietjes. Die ga ik eerst doen zodat de zalm nog een heel klein beetje kan ontvullen, want die is nog hard. Ik pak altijd diepvrieszalm, want zo heb ik dat altijd in huis. Ik neem altijd een hele zak en dan heb ik dat altijd voor als ik zalm wil eten. Oké, let's take the fries. Die gaan we op de plaat doen. Dan ga je daar peper en zout en olie op doen. Next is de zalm. Ik ga nu dus in zilverpapier doen en ik doe er ook stukjes tomaat op, weer olie en peper. One down, two to go. En de oven is klaar. Maar ik ga hem nog even gewoon laten bollen. Going in, hè. En ik doe alles er gewoon samen in, want ik wil dat mijn frietjes een beetje bruin zijn. Alleen niet heel bruin, maar wel goed krokant. Dus gezet 220 graden en ik doe 15 minuten om te beginnen. En dan als het nog nodig is doe ik er 5 bij. Dus 20 in totaal meestal. Volgende zijn de asperges. Hier doe ik niks mee. Dat moet niet gesneden worden ofzo. Ik was die alleen. En dan gooi ik ze in de pan. Scheutje olijfolie. Of course. Eindresultaat. We waren al begonnen. Zoals je kunt zien, mijn zalm. Oh, wat heb ik met mijn woorden? Mijn halm, mag ik zeggen. Is al half weg. Mijn frietjes ook. Het is te lekker, denk ik gewoon. Ja, het was te lekker. Het is echt goed. Deze is trouwens ook thuis. Hey. Hey. Echt lekker, hè? En gezond. Ik ben ook niet wakker, Jaco. Kort. Ik zei net tegen Sam, weet je dat ik zo 2 pillen
ineens slik. Maar echt, slik later alle bij één slok zo. Dan drink ik één slokken. Zo één keer, en het is weg, alle twee weg. Ja. Ik ben echt, dat is echt een talent van me. Ik ben echt een hele goede pillenslikker. Ja, ik kan echt heel goed pilletjes innemen, maar echt heel goed. Sommige mensen kunnen dat toch zo niet. Ik weet bijvoorbeeld, Céline, die kan dat echt niet. Ik kan dat ook goed. Die moet bijvoorbeeld zo, als er zo'n pilletje is of als dit of zo, moet hij dat soms zo open doen. Ja, ik kan dat. Maar ik snap dat niet. Ik kan echt zo ineens, ik zou er denk ik zelfs zo vier kunnen slikken. We kunnen dat ooit wel eens proberen. We gaan nu naar de gym, we gaan ons snel klaarmaken en dan gaan we trainen. Goedemorgen. Ontbijt. Watermeloen met een lepel. Echt het beste om dat op te eten. En het watermeloenseizoen is bijna voorbij. Ik gok eigenlijk dat dat voorbij is al. Want dit was echt een van de laatste die er in de winkel lag. Dus ik ga er nog lekker aan genieten. Ik ben klaar om naar de fitness te gaan. Amai. Haren krullen zo hard en zijn zo vettig. Maar ja, ik ga mezelf naar de fitness wassen. Dit is mijn outfit. Heel oud t-shirt van Sam van Elfelied. Heb ik een legging aan van Gymshark. En mijn schoenen zijn New Balance. En ik heb ook een sport-BH aan van Gymshark, de matching. Ondertussen ben ik op kantoor met preggers. En we hebben closet sale. De meisjes staan allemaal voor de deur te wachten. Dus we gaan open doen. En dan kan het beginnen, hè. 2 uren lang. Fun! Woehoe! Ik ben terug thuis met mijn engeltjes. Wat zijn jullie bengeltjes? Ja, toch bengeltjes? Een engeltje? Nee, bengeltjes dus hè. Bengeltjes hè? 3 bengeltjes. Ja, je krijgt ook aandacht, jij, mijn schat. En jij, Smelly? Had je geen aandacht? Amai, kijk eens naar mij. Oeh, je oogjes vuil. Je oogjes zijn vuil. Gaan we zelfs eens wassen, hè? Gaan we zelfs eens wassen, hè? Het is bijna 11 uur. De closet sale was super leuk. Er waren veel mensen, meisjes vooral. En sommige boyfriends die mee moesten waarschijnlijk van hun vrienden. En het was echt wel leuk geweest. Het was goed geweest. Ik heb mij goed geamuseerd. Maar nu ben ik stikkapot. Sorry, ik ben trouwens van hut naar her aan het lopen. Om de lichten uit te doen. Maar de katjes zijn vandaag veel alleen geweest. Dus ik wil ook nog even bij de katjes zijn. Want anders is dat ook zo zielig voor hen. Als ik zo direct ga slapen nu. Sam is op teambuilding met het werk, dus die is er ook niet. Die gaat waarschijnlijk pas om 1 à 2 uur deze nacht thuis zijn. Want die moeten zo opdrachten en zo doen, ik weet het niet. Hé, Milks? Ja. Ja. Dus die gaat pas laat thuis zijn. Maar ik ga hier de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Hé Milky? Hé Milky? En wij zien jullie morgen!